Dag vrienden van het Buiten de Strip, vooral Bert Pijper en de vinnige vlogger hadden al beloofd dat de integrale van Blauw Blouse vlogske dat er over twee delen zou gaan. En dus vandaag het tweede deel van de Blauw Blouse integraal, de CD integraal nummer 2. En nou moet ik even zo leggen, want anders is het weer weg. En dat is integraal nummer 1, die hadden we de vorige keer gehad, zei dat. Hey? Misschien voor de Oekraïne plezierje te doen dat ze die kleuren gebruikt hebben, maar dat weet ik nog niet. Maar goed, dat was de eerste. En deze is na de tweede integraal. Dan gaan we het even zo leggen, want je moet alles wel een beetje juist liggen voordat je kunt beginnen klappen. Hè. De integraal nummer 2. Nou, over wat gaat nou? Want ook daar zitten wij een hele hoop dingen in. Hè. Hoe heet het? Dossier. Hè. Oh, het is ongelooflijk. Al verder als ze aan beginnen. Hij zit er dus heel veel allemaal nog dossier in. En hij begint dan maar pas. Dat wij een heel boek dossier hebben. Alleen daarvan is het al interessant van zo is een integraal te kopen. Namelijk, hè. Waarin focussen ze nou in deze integraal? Wel één op het spuitige overlijden van Salvarius. Op heel jeugdige leeftijd. Heel jongere leeftijd zal ik maar zeggen. Ook over Salvarius de Vrienden, zeggen ze wel eens. Ook over het leven van Jacques de Vos. Die geboren is in 1924 en die eigenlijk samen met Salvarius ook wel heel veel heeft samengewerkt. En ook een beetje over hoe dat dan de Blauw-Blouse eigenlijk ontstaan zijn. Daar gaat eigenlijk het neefdossier over. Hè. Dus men begint in feite met te zeggen hè, dat dus, Salvarius een echte vervechter van de Indianen was, maar dat hem dus eigenlijk grap gestorven is. Maar dan gaan mensen beter dan over, wat meer over hebben. Maar dan begint eigenlijk het stuk over Jacques de Vos. Ook misschien een auteur en een man van de stripverhalen die dat iets minder gekend is. Hè. Die is geboren in 1924 in het Brusselse. En die was eigenlijk verbestemd om de vlauwwinkel van zijn vader over te pakken. Maar ja, die verluister interesseerde hem niet zo. Hij interesseerde hem ook wel heel erg in die cowboys en vooral in de Indianen. En op een schone dag, je kent hem misschien ook natuurlijk, zijn bekendste werk, de geniale Oliver, over die geniale noodvinder. En ook wel Steve Pops, is hij er een klaarprintje van? Steve Pops, kan misschien ergens anders nog een betere van vinden dat ik zo de beeld kan laten lopen. En dat was zo'n soort van James Bond voor te lachen. Hè. Dat had hem ook gemokt, die Jacques de Vos. Hè. Maar dan had hem dus eigenlijk samen met Jamiek, dat was ook een Waalse tekenaar en schrijver van stripverhalen. Jamiek, dat kwam van Jacques Michel heette die, Jamiek, heet het. Hè. En dan met Salvarius hebben ze dan eigenlijk Wamoka en Wikilowat gemokt. Dat was over de kleine indiaantje en dan een magere Papoose of zo heet die. Dat is die een van onder. Hè. Als je het hoort, dat moet je niet aan de zijn, dat is het op de computer. Dus Wamoka en Wikilowat, dat waren dus eigenlijk zo indianen, verhultjes, ook zo gaksjes. Met dat lachen. Het is er een verschillende in het dossier staan. Dat vind ik altijd interessant. Hè? Dat ze dat eigenlijk, hè? Ook bijvoorbeeld van die dossiers over vuurwapens en indianen en dingen. Zo. Dat kwam allemaal in de robbendoos ook. En dan werkte dus vooral Salvarius en dingen aan. Hè? En de Vos en ook wel later ook op. Hè? En dan hebben ze ook eens een keer gedacht van, weet je wat men ook eens zou kunnen doen? En een gag maken met van Japan. Want Japan, dat kwam niet zo veel vuil in de stripverhaal. En we hadden dus een figuur ontwikkeld. En die heette It's Time to Go. It's Time to Go. Hoor dat? It's Time to Go. It's Time to Go. Hè? Dat heette dat ventje. Maar ja, dan in 1968, dat vertrek van Morris, kwam er ineens die plotsvrouw. En daar kwam ook een neven hoofdredacteur in de Dupuis. En dat was niemand minder als Thierry Martens. Die kende misschien wel. Thierry Martens, dat weet je, de hoofdredacteur van Spirou. Dat was nogal een speciale. Maar die hadden die let van Salvarius en Covin. En die is eigenlijk die stomp gegeven omdat ze zou beginnen aan de Blauw-Blouse. Want ze hadden dan die figuurtjes ontwikkeld. En zo is Chesterfield en Blutch East als kortverhaal gekomen hè, in de dingen. En zo zijn ze aan die verhalen begost. Ze hadden er al twee gepubliceerd en er waren er al twee anderen volle klaar. En dan gebeurde het heel erg, juist voor de zomer van 1972.
Het tweede album was al oud, maar die andere twee lagen al in de schoof met de volle verhalen. Sterft Louis Salverius plots aan een hartinfarct. Dat is dus, dat was echt een domper. Dat was dat, dat was precies dat er een bom viel op de Puy. Niemand had dat verwacht. Dat Schensak, Covin, dat ook, hadden ze met zijn verdenis kiezen en schreven op de begrafenis van Salverius. Allee, dat was echt verschrikkelijk, hè. En wie na? En wat na? Verder met de blauwbloze wand. De twee volgende verhalen waren al klaar. Hè? Outlaw was de lessen eigenlijk. En dan hadden we ook nog, dan moet ik eens even zien, met $1500 of meer. Hè? $1500, voor $1500 of meer. En Outlaw. Die waren bekend klaar, Outlaw. Maar dat is voor a few dollars. Mijn stieftand is uitgevallen, dus als je maar wat hoort lispelen, dan is dat daardoor. Maar binnenkort wordt hem er terug ingezet. Dus als je zo ergens een gat zei, tot vannacht hebt, dat is dat. Dus ik zei mijn draad even kwijt, maar dat gebeurt al wel eens meer. Dus Salverius was weg en moesten ze dus iemand anders vinden. Hè? En wie beter konden ze vinden als Willy Lambilot. Want Willy Lambilot was ook iemand dat erg geïnteresseerd was in vuurwapens en in Indianen en cowboys. Hè? En van daaruit hebben ze dus aan Lambilot gevraagd, is hij er nog wat uitwerk van Salvé en Tilieu, is het Lucky Luke, Wensroompje, die had er ook van alles nog gedaan. Ze leert dus dingen kennen, Lambilot, en zo zijn ze dus daaraan begonnen. Maar wat er ook nog in staat in deze boek, dat is nog toen als ze nog leefden natuurlijk, dat is een foto voor stripverhaal met Salverius en Covin in de hoofdrol. Zie je dat? Ik denk dat Salverius maar 37 jaar was als hem gestorven is. Eerst was nog een verhaal van dat nooit verschenen is geweest, denk ik. Wagen in het zuiden van Salverius en Bruyère. Dat was zo een andere dat ook is geholpen. Maar dan was het dus gedaan. Hè. En Lambilot. Eigen duiven genomen, dat werd iedereen. En na komen we bij het fout, waarom zijn er maar twee rentegrals? Wel, Lambil wil dat eigenlijk niet, dat ze daar nog rentegrals van uitgeven, want die zei zo, wat eigenlijk naar verzin zetten, als er begint met rentegrals uit te geven, als er nog nieuwe verhalen altijd komen. Hè? Want dat tekent, mensen worden ook wat over, maar dat tekent ze toch nog altijd. En hij vindt dat niet gigo gedacht, wacht eens uit tot ik dood ben. Hè? Allee, voor mij moeten ze niet rapport komen dan, zeg, want als je moet wachten op iemand dat sterft verder en het volgende integraals krijgt, neem wacht ik lever nog een beetje. Maar zo is dat dus gekomen. Hè? Wat staat DNA nog verder in? Blauw in uniformen, dat is het nummer 10 uit de Rijks, maar dat zijn ook nog kort verhalen. En blauw in uniformen zelf, dat is eigenlijk een kort verhaal. Hè? En dan moeten ze, van die baas daar in Hellefort, moeten ze dus allemaal jonge recruten gaan ophalen. Ja, een stukje laten zien, want je zou nog pauze dat ik het zo maar rot vind. Ze gaan dus recruiten ophalen. Hier zitten die recruiten, ze zeiden. Ja, en natuurlijk Blutch en vooral Chesterfield, die past. Ik zal eens een keer maar blijkt dat die natuurlijk veel slimmer zijn, die recruiten, als cellen. Hè. Voor de rest doen daar ook nog wel wat andere gags en kort verhalen in. En dan ook nog twee lange verhalen, gelijk als ik gezegd heb. De eerste is voor $500 extra. Of meer. Dat is eigenlijk... Ja, zeg maar, er wordt zo iets gevraagd aan de soldaten om te doen en dan krijgen ze $1500 meer. Maar Blutch en Chesterfield hebben natuurlijk niet verstaan dat dat een heel gevaarlijke opdracht is, waar ze waarschijnlijk hun lijven zullen in verlezen. En zij pakken dat dus aan zonder te weten en die andere soldaten maar lachen. Allee, daar gaat dat het over. En het laatste is Outlaw. En Outlaw, wacht hè, is een heel bijzonder boek. Zie je dat? Hè? Salverius en Covin, maar als ze zaten aan plaat nummer 37, en dan ga ik geen opzoeken voor jou, want dat is toch wel belangrijk. Ze zaten aan plaats de 37 en dan is dingen gestorven. Salverius. Dus vanaf 38 waren die laatste platen, en zeiden ze wel twee, die zijn in de Lambil getekend. Want die had dat dus direct overgepakt. Hè?
En dat is dus, ja, dat gaat dan wij over dat ze hun outlaw moeten gaan beschermen of wat dat allemaal is, dat weet ik niet. Dat is dan ook niet zo belangrijk. Maar wat dat wel belangrijk is in die outlaw, en dat moet ik nog eens even bezien, dat ik dan zeker, eerst gaan ze dus tegen de Mexicanen vechten en dan ook tegen nog, tegen wat weet ik nog allemaal. En dan op een gegeven moment worden ze op een geveinsd gedegradeerd, omdat ze dan zo terug een opdracht kunnen doen om dus ergens, ja, die een leider te vangen van de outlaws en dan konden ze er een oot geven als gedegradeerde. Daar gaat outlaw over. Maar het belangrijkste is hier natuurlijk dat er vanaf outlaw een nieuwe tekenaar is gekomen. En dat was Lambiel. Maar dat ook in deze verhaal wel duidelijk wordt, en dat de serie zien, dat Blutch, het zotteke van een hoop, dat hij zich profileert tegen de militaire hiërarchie. Het is gewoon te zeggen, ik wou toch ook nog eens hoogstaand eindigen met mijn tweede integraal over de blauwbloze. Spaat genoeg, voorlopig geen een derde. Allee, spaatig. Als we morgen moeten zeggen dat er een neuve komt, ja, dan is het teken dat Lambiel dood is. Dus dat willen we nou ook niet. Hè. Ik hoop dat je er toch ietsje van opgestoken hebt, van oh, dat spel allemaal ontstaan is en dat het na 10 minuten, 11 minuten... wel genoeg gewijs is van de tweede integraal, in totaal meer dan 20 minuten. Veel plezier nog met andere zaken, wat je mee bezig zit. Vuilstrips lezen, en tot de volgende vlog. Dag!